Maar ik heb me afgelopen jaar op het gebied van de emancipatie van homoseksualiteit en aanverwante zaken, want anders moet ik even die hele riedel noemen, alles behalve een winnaar gevoeld. Integendeel, het grootste deel van het jaar voelde ik me een verliezer. Met als dieptepunt een scheldkanonade tussen mij, een aantal Marokkaanse jongens en enkele jonge homoseksuele mannen en vrouwen voor Societeit de Trut in het late voorjaar van 2010. Ook een wandeling door de desolate reguliere dwarsstraat. Later dat jaar deed me de moed in de schoenen zakken. Het duurde tot na de uitzending van Zomergasten en de Black Tea Party op 3 oktober dat ik weer een positieve emotie voelde. Burgemeester van der Laan, ook hier aanwezig, en wethouder van S. En Carolien Gerels, die ik even vergeten was op te schrijven. Die onmiddellijk na de uitzending een uitnodiging voor een gesprek aan me deden. Honderden e-mails, brieven, kaarten, cadeautjes die mijn hart onder de riem staken. En ruim 2000 hetero- en homoseksuele, transgender en de hele rattenplan aan mensen die zich verenigd voelden in hun strijd voor een open en tolerante samenleving en stad, samen met politici als Job Cohen. Feestend en demonstrerend in een van echt positieve energie ontploffende paradiso. Tegen het eind van het jaar vond ik door het vele werk en succes daarin, maar ook voornamelijk ook voor de Lamar. Dat echt een geweldig evenement was. Maar voornamelijk door politieke en mediamieke aandacht voor mijn uitspraken over geweld tegen homoseksuelen en aangewante zaken. Dat ik wel even op mijn lauren kon gaan rusten. Totdat ik de laatste week van het jaar een bezoekje bracht aan mijn 88-jarige Jordaanese ex-buurvrouw. Ze vertelde me verhaal dat al mijn haren overeind deed staan. Vanwege een operatie aan een van haar knieën was ze gedwongen enkele weken te revalideren in een bejaardentehuis aan de Amsterdamse Hoofdweg. Toen ze voor het eerst een bezoek bracht aan de koffiekamer, werd haar als nieuweling door enkele andere bewoners een stoelgoed toegewezen aan de rand van de kamer, laag in de pikorde. Ze was nog niet welkom. Nadat ze enige tijd aan de koffie zat, kwam er, volgens haar, een heel frêle vrouwtje, de conversatiezaal binnen. Deze vertelde aan de aanwezigen dat ze gisteravond zo ontzettend genoten had van een uitzending van André van Duin. En of de anderen dit toevallig ook hadden gezien. Als antwoord werd daartoe gebeten: die vieze poot, daar kijken wij hier niet naar. Mijn mond viel open van afschuw. En gelijktijdig realiseerde ik me dat de emancipatiestrijd voor homoseksuelen en aanverwanten nog lang niet gestreden is. Het zal ons toch niet gebeuren dat degene die ons soms kapot hebben gepest op het plein van de middelbare school nog eventjes verhaal kunnen gaan halen aan het eind van ons leven in de conversatiezaal van de bejaardentehuis. Komende jaren zij aan zij moeten vechten. Voor onszelf en het geluk en de rechten van de groep mensen met een andere seksuele voorkeur of ontwikkeling en levensstijl. Ophouden met elkaar vliegen af te vangen en gezamenlijk optrekken. Ieder op zijn manier gebruikmakend van sterke punten. Bij de benadering van de politiek en de samenleving. Ik ben er klaar voor en desnoods ga ik vechten tot onder in dat bejaardentehuis. Dank jullie wel. Winnaars. We gaan nog een aantal leuke dingen doen, maar ik wil jullie in ieder geval namens alle organisaties die dit georganiseerd hebben, jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Er komt nog muziek, er komt nog dansen, zoals u van ons gewend bent. Maar in ieder geval mijn dank dat u hier vanavond aanwezig bent.